Ik word hier niet goed van. Het is meer dan 700 dagen geleden dat ik mijn moeder in de maling heb genomen. Daar gaat verandering in komen. Geen genade. Dit is Viva la Mam. Oké, 4 afleveringen internet ongein waarin de moeder van Giel weer de lul is. Alleen, ze weet nog van niks. Viva la Mam wordt mede mogelijk gemaakt door Air Up. Oké, het is 6:15 in de vroege morgen. Ik mag hopen dat mijn moeder nog slaapt. Want wat gaan we doen? We hebben op een of andere gekke manier jouw oudsleutel weten te bemachtigen. Thanks to mijn broer Thijs. En we gaan haar auto namelijk verwisselen met een roze Kanta. En waar brengen we haar eigen auto naartoe? Naar fucking Duitsland. En wie mag hem ophalen? Mijn moeder zelf. Echt een kutgrap. Nou Giel, lekker opwarmertje voor dit seizoen. Ik zou er maar voor zorgen dat je die auto snel hebt verplaatst voordat jullie moeder wakker is. Ik krijg hem niet aan. Waarom kan die auto niet aan? Wat is een startonderbreker? Dat zie je echt iets moet doen. Is het pijn? Ja, ja, ja. Heb jij de prank bijna verpest, jongen? Topshow dit. En nou, gauw naar Duitsland met die bak van Annemieke. Heeft er iemand chips? Nou, en daar gaat hij dan. De rest is geschiedenis. De auto gaat naar Duitsland. Doei, mam. Of doe je auto van moeders. Doei. Je mag hem zelf ophalen. Wat een kutstreek. Ja, ik zou het nooit hebben gedurfd bij ons mam. Maar goed, ik ben er gelukkig alleen voor het live commentaar. En wat is dit? Een knalroze wagen? Geniaal! Zij wordt gewoon wakker zo meteen. Dan kijkt ze een keer naar buiten en dan ziet ze niet haar eigen auto staan. Maar dan ziet ze deze auto staan. Zou er dan een alarmbelletje afgaan dat ik er ben? Ik vind hem wel kleurrijk. Nou, je ziet zelf ook aardig rood door dat kleine stukje douwen. Benieuwd wanneer jullie moeder dit pronkstuk ziet. Oké, mam, je bent wel echt op fruit gegaan. Ik vind die roze kleur nou echt goed bij je pas. Het gaat alleen minder snel dan je normale auto. Goed. Ja, en nu is het gewoon wachten totdat mijn moeder een keer wakker wordt. Kan nog wel even verrekte lang duren. Maar ondertussen heb ik een air-up fles. Ik vermaak me wel, jongens. Appa. Mm. Oh, Mojito. Wil je ook even lekker een air-up yoghurt? Zie je? Is Mojito ouwe? Nou, ik vermaak me wel, zei ik al. Ja, lekker, Giel. Maar het is Mojito-smaak door de geurpot. Eigenlijk drink je gewoon water, hoor. Ze is gewoon nog niet wakker, denk ik. Badkamer is wel aan. Licht van de badkamer. We zien beweging, jongen. We zien fucking beweging. Zij is wakker. Zij is wakker. Zij is aan het douchen. Zij is wakker. Ze is wakker. Verder gaat het goed met je, Gielke, of wat? Oké, het duurt me echt allemaal te lang. Dus we gaan even een belletje lellen. Ah, de prank gaat beginnen. Top. Ik ben er klaar voor. Echt spannend, man. Wil je kunnen hier naartoe lopen? Ja, oké, kom. Wat is er? Ik dacht echt, ik kom me bekend voor. Wat? Heb je een nieuwe auto? Ik heb een nieuwe auto. Dan wil je niet weten waar je auto staat. Oh nee, dat wil ik niet weten. Hoe kom ik erachter? Deze auto? Nee. Je kunt naar je auto toe rijden. Nee. Ja, jij denkt dat ik een geintje maak? Ja, dat denk ik. Jer, waar staat de auto in? Duitsland. Nee. Ik zie, mama vindt het niet leuk. Nou, mag ik gebruik maken van je toilet? Nee. Heel goed, Annemieke. Laat hem maar lekker de broek vol zeiken. Want vanaf hier naar Duitsland is een pis aan het rijden. En je bent wel even bezig met 45 km per uur. Oh, wat is dit toch een krakkenbak? Ja, hij gaat niet hard, man. Maar gaat hij zo op de snelweg zo meteen? We gaan zo op de provinciale weg. Het is wel een blikje, hoor. Kun je echt niet harder? Oh my God.
Ik kan het echt niet aan. Ik denk, je houdt me voor de gek. Oh, dit is toch onverantwoord, Giel? Ja, heb je gezien? Oh, we hebben een beetje fietsen. 50 zo meteen. Ja. Kunnen ook wel een fietspad rijden? Nee, Giel. Oh, boy. Oh, jongens. Wat is er? Ik schaam me diep. Nou, we gaan de weg op. Oeh. Oh, ja, mijn maag draait 3 keer om iedere keer. Ik ben wel benieuwd hoe je gaat rijden. Nou, Annemieke, dan heb ik nieuws voor je. Giel weet ook niet hoe hij gaat rijden. Hij gaat gewoon doen wat de verkeersregelaars hem vertellen. Die hij nota bene zelf heeft geregeld. Maar goed, dat weet hij niet natuurlijk. En wat ga je nou doen? Nou, binnendoor. Oh, oké. Okay. Oh. Ja, tandjes. Ja, dat is de politie! Nee, dat is helemaal niet. Nee? Nee, toch? Oh, nee. En nu? Moet jij niet links? Die kant? Ja. Oeh! We gaan weer terug. Die kant op? Die kant op. Maar ik moet die kant op. Maar wat gek, die anderen mogen wel doorrijden. Ja, dan gaan we weer terug. Ik zou bijna zeggen dat dit bij het prank hoort. Dit hoort gewoon bij de prank. Nee. We zitten voor de gek te houden, nee, maar we hebben hetzelfde rondje. Oeh! Die! Jezus. What the fuck, ouwe? Huh? Nee, je zit... Nee, helemaal niet! Je zit me voor de gek te houden. Dit is echt gewoon... Dit hoort erbij. Kijk, hij ziet jou nou aankomen. Ja, ja. Iedereen mag door. Ja, en jij moet... Ja, ja, ja. Nee. Waarom moeten wij naar links? Dan mag iedereen door. Alleen persoonauto's mag ik hier doorlaten. Dus sorry. En wij zijn geen persoonauto. Ik heb het niet bedacht, maar sorry. Wij zijn een brommobiel. Ja, maar ja, ik snap er helemaal niks meer van. En nu? Vraag anders even een second opinion. Zullen we eerst even vragen waarom hij... Deze zit gewoon in het complot. Nee. Jawel, die zitten echt in het complot. Nee, niet bij mij. Weet je wat ik zou doen? Oeh, Giel! Giel, nee, niet doen! Oh, sorry. Niet doen. Wat is er? Nou, daar word ik een beetje akelig van, nee. Ja, maar nou hij staat er weer. Vraag even vraag jij het. Hoe komen we uit het rondje dan? Ik ben hier niet bekend, man. Echt niet. Ja, zit jij in het complot? Welk complot, mevrouw? Ja. Nee, welk complot bedoelt u? Nee. Ik word hier neergezet als verkeersregelaar. Ja, nee, maar dat begrijp ik. Er ook eentje. Oh ja, nee, dus. Begrijp ik. Mogen wij die weg in? Ik mag jullie alleen deze kant op sturen. Oké. Okay. Ja, sorry. Ja. Nou ja, we gaan nog één rondje rijden en anders rijden we recht. Ga maar recht. Anders ga ik... Nee, maar we moeten die kant op. Ja, nee. Hou nou toch op. Je gaat gewoon ergens... Oké. Okay. Kijk. Nou, zit hier een cameraman. Nou. Ja. Hey Rico. Ja. Ik vind dit wel een knappe stunt, hoor. Hebben jullie goed gedaan? Ja, als je dit al goed geregeld vindt, dan staat nog meer op Giel zijn planning. Maar als je ooit nog wil aankomen in Duitsland, zou ik zelf even het gas erop gooien. Prototype de oude taart in een 45 kilometer autootje. Hou je vast. Oh, oh, eng. Ja! Wat ben je allemaal aan het doen? Vind je fijn rijden? Ik vind het heerlijk rijden. Ja. Doei, auf Wiedersehen! Nou, weet je, ik ga flink gassen. Ja. Kunnen ze me niet bijhouden? Kijk, ze kunnen me niet bijhouden. Ik ga even racen. Kijk daar, we gaan even daar. We doen bij de. Bij de Mac? Ja, we doen even een drive-in pakken. Doe jij je koffie pakken? Nee, zolang ik maar niet hoef te remmen met deze auto, want hij is echt 3 keer niks. Kijk, hier gaan we een drive pakken, man. Ja, dat heb ik al lang niet meer gedaan. Nou ja, nu kun je een kop koffie bestellen. Nee, ik maak allemaal leuke dingen vandaag mee die ik nooit meer doe. In een Mac Drive. Koffie pakken. Ik zou scheuren. Ik was zo lekker aan scheuren. Goedemorgen, met een gewone zwarte koffie. Nou, wees blij dat je dit even mee kan pakken, Annemieke. Want het hoogtepunt van de prank moet nog komen. Ja. Waarom... Hooggassen. Eerste raam. Oh ja, nou. Sorry. 2,50? Oh ja, ik betaal, hè. Je hebt dat. Mama van Stuk TV. Annemieke van Stuk TV. Zeg ze dat? Ja, dat zeggen ze nu.
Ja, dat is Annemieke van Stuk TV. Zo, volgens mij zegt ze, dit is veel Giel van Stuk TV. Jezus, de kop koffie duurt wel lang, hè? Ja, ze moeten de bonen, moeten ze... Ja. Oh, stil. Nou ga ik me schamen. Giel! Ah, kijk, daar komt de koffie aan. Ja. Dankjewel, hè. Dankjewel. Dankjewel. Heb je nou zin? Ja. Ik ook nog. Zeg, kan ik nog zo'n zakje chips krijgen? Ze kan toch weer rijden, dus dat kan wel even. Oh, Giel! Oh, jongens, ik word hier niet goed van. Giel, oh nee. Nou, Giel, alsjeblieft. Niet doen. Niet meer doen. Oké, kunnen we verder? Ik wil echt niet meer. Oké, nou. Nee. Nee, ik doe alleen zo. Zachtjes. Dit wilde ik sowieso altijd doen. Kijk. Oh, Giel. Oh nee, ik word hier niet goed van. Ido. Oh. Tegen de tijd dat we eruit zijn, dus ik groen en geel. Is dit een tuin van iemand? Dat is leuk. Oh, dit is zo leuk. Oh, dit is echt. Ja, superleuk. Dit is superleuk. Hé, hey, ik word hier groen en geel in deze auto. Ik kan hem ook even keren. Nee. Oh, oké, okay, dan gaan we weer eraf. Gaat goed, man. We gaan er bijna. Ik ga eens zoeken waar, hoe ver het is. Oh. 20 minuten. Maar ja, zeg dat je 30 20 minuten? Nou, mam, hier, kijk, je hebt echt keurig. 30 minuten. Nou, Giel, ga jij maar even pissen. Doen wij een diepte-interview met jullie moeder, de ster van de show. Jochem, ik heb het er helemaal warm van. Ja, dat geloof ik. Weet je waar ik wel het meeste lol in heb? Dat net dat meisje bij de Mac, dat hij mij herkende en niet Giel. Hé, hey, dat is een beetje slecht voor zijn ego. Alleen maar leuke dingen. Nou, ik weet niet wat ik ga verwachten. Nou Giel, graag even doorhalen nou. Ik heb nog 5 minuten voor de grote eindgrap met de ingehuurde eierboer. Dan moet ik hobbelen. Hij rijdt lekker de auto. Hij rijdt lekker, hè? No. Hij rijdt echt lekker het auto. No. Hier, eieren, man. Eieren, ik hoef geen eieren. Wil je echt geen eieren? Nee, ik hoef echt geen eieren. Wel, we doen even kijken. Nee, ik hoef geen eieren. We doen even kijken. Oh, wat een shitstreek. Wat een shitstreek. Ben je helemaal gek geworden of zo? Wat zeg je? Ben je helemaal gek geworden? Nee, wat dan? Ik wilde remmen, maar dat lukte niet. Mijn god, hé. Ik ga het gewoon om mijn eieren. Ik wilde eigenlijk een geintje uithalen met mijn moeder, alleen het... Met je moeder? Oh leuk, ja, dat doe je goed. Ja, leuk geintje. Ja, leuk hè. Gaat het mevrouw? Nee, gaat helemaal niet. Ik vind het een rotstreek. Nou, zou ik maar de politie bellen dan? Nou, nee. Ik zou het wel doen. Ik zou het wel doen. Ja? Ja, doe je goed, Giel, maar ik vind het wel een rotstreek. Oh, dat is om een hartverzakking te krijgen. Kijk nou. Nee, dat waren dus allemaal eieren. Ja, dat gaat nog eens. Oh, Giel, wat een bende. Maar zou ik even politie bellen? Ja, of, nou, ja. Die de schade betalen? Nou ja, ik weet niet. Misschien... Hè? Ja, maar dit is toch geen leuk geintje? Nee. Dit is toch krankzinnig? Ja, sorry. Ik ben blij dat u het zegt. Ik ben blij dat u het zegt. Geen leuk geintje. Nee, dat is toch geen leuk geintje? Nee, ja, sorry. Maar ik dacht dat ligt er nog iemand achter. Of staat er iemand achter? En die ja. Nou ja, is plaats. Ja, het is zo. Het is echt een soort. Daar heb je veel werk aan gehad. Daar heb je veel werk aan gehad voor een geintje. Potverdorie. Ja, nee, dat is leuke tv. Dat is leuke tv. Nee, het ging... Ja, nee. Nou, ik wel weet hoe het zit, sorry, hè. Meneer. Sorry, maar ja. Ik weet wel hoe het zit gek. Nou. Maar ik... Je bent helemaal gek. Ik gil nog aan gauw. Oh. Nee, ik heb niemand horen gillen, gelukkig. Dus, ik heb het wel gedaan. Oh. Het is wel zonde, hè. Het is gewoon zonde. Maar we gaan hem even samen schoonmaken. Nee, jij gaat schoonmaken. Nee, maar we doen het samen echt niet. Nee. Ik ga kijken terwijl jij hem schoonmaakt. Jouw grapje. Gelijk hebben. Zelf uw zooi opruimen. Als je dat niet doet, dan ben je gewoon een eikel. Of mag ik dat niet zeggen? In elk geval is de grap weer lekker gelukt, jongen. En laat het weten in de comments als jij dat ook vindt. Had je nou door dat het een grapje was? Nee, hè? Ik had toen we hier stil stonden wel door dat het een grapje was. Nou, mam, op naar Duitsland, ja? We gaan nu echt naar Duitsland. Op naar mijn auto. Ja, ik dacht dat ik het nooit zou zeggen, maar ik ben ook wel toe aan een paar Duitse koppen. Siebengewalt, dat ligt tegen de grens aan. Ja? Oh, dan zijn we er alweer bijna. Kijk hier. Ja. Nou, daar zijn we dan.
Nou, stop maar. Gewoon mijn auto ophalen en dan zijn we klaar. Welkom in Duitsland. Nou, we zijn echt op de grens, hè? Ja. Ik heb toch niet gelogen dat we naar Duitsland zijn. Echt een buitenland. Lekker gedaan, Giel. En gooi die duimpjes maar omhoog. Want ik denk dat die arme Annemieke baalt dat ze in de familie-app heeft geklaard dat ze haar zoontje zo weinig ziet. Dan staat er iets te gebeuren of zo. Hé, hey, kijk! Nou, sugar. Daar gaat je auto! Helemaal in Duitsland! Oh, ik ben blij dat die nog... Hey, Duitsland, baby! Oh, wat een mooie auto. Midden in de plas. En worsten erop. Kijk. Oh, moet ik erin stappen? Ja, maar dan ga ik... Nee, kijk, het is de Wil jij rijden? Kijk. Nou, weet je, het is minder erg dan ik dacht. Nou, zie je? Het is minder erg. Ik denk, nou... Het is wel leuk. Kijk, Wie zijn fantasie was die om geraamte op de stoel te zetten? Ik vind het wel leuk. Kijk. Ja, mijn nieuwe vriend. En waar als... Oh. Hey, maar wat een leuk ritje, toch? Ik vond het een heel leuk ritje. Zie je? Zo erg was het niet. Nee. Alleen de eieren vond je een beetje eng. Ja. Heb je genoten? Ik heb genoten. Nou, hartstikke mooi. Zeg, ik ben weg. Doe Giel de groeten. Ik heb genoten en ik ken niet wachten op de prank van volgende week. Want dan doen we er nog een scheppie bovenop. Die eieren was het niet. Valt allemaal wel mee. Ik help je even mee. Jij doet hem eruit rijden. Ja. Goed. Van mijn moeder alles aan het opruimen is. Zien we jullie gewoon weer volgende week met een nieuwe aflevering van Viva La Mam. Alleen, ze heeft natuurlijk niet door dat dit een serie is. Wie heeft hem hierin gezet? Dus man, tot snel. Heb jij dat gedaan? Yes, ben je nu al benieuwd naar de volgende aflevering van Viva La Mam? Ga naar onze StukTV app. En als je daar toch bent, dan kun je kans maken op een Air-Up prijspakket. Wat moet je doen? Laat daar even in de app achter hoe jij wil dat ik mijn moeder ga pranken. En de leukste, die maakt kans... op een Air-Up.